Yo mensen, ik ben Thomas en welkom bij de eerste video van Game Dreams. Oké, dit is een introductie, want een nieuw kanaal, dan moet ik natuurlijk wel even vertellen wie ik ben en belangrijke dingen. Maar ik wil wel even zeggen dat ik geen schema heb voor mijn video's. En dat ik gewoon ook een zachte stem heb. Ik weet niet of je dat merkt. Ik denk het wel. En daarom moet ik ook wat harder praten. En ik heb automatisch wel de neiging om te zacht te praten. En ja, ik kreeg net ook een tip in de lobby dat je 1,5 blok weg kon staan van je blok zonder dat je zichtbaar werd. Dus dat probeer ik nu, maar nou, het is niet echt nuttig of zo. Maar goed, dus ja. En dit is de derde video die ik opneem. Ik heb eerst een video gedaan en dan praat ik zo zacht dat ik het niet eens goed kon krijgen. Dus die heb ik maar verwijderd. En ik heb al een video gedaan, Minecraft Skywars 1. Die komt ook online. En, hey, wat ben je aan het doen? Gek, ga weg. En die komt ook online. En ik, en die was wel goed. En ik hoop dat deze ook goed is. Want anders moet ik weer overnieuw. Maar ja, ik speel Hide and Seek omdat ik dat wel de goede game vond om even te vertellen en alles te doen. Dus ik denk dat ik gewoon 2 potjes of zo ga doen. En dan, ja, dan is het wel goed. Ik speel veel Minecraft. En ook een beetje andere games, maar vooral Minecraft. En ik krijg waarschijnlijk niet veel reacties, maar als je toch een idee hebt voor een spel dat ik kan gaan spelen, laat dan vooral in de reacties achter welk spel dat is. En dan kijk ik of ik dat een leuk spel vind. En dan, als ik het een leuk spel vind, ga ik het wel spelen. Oh ja, en ik ben verkouden. Leuk. Nou, er zijn al niet echt, er zijn al niet eens ziekers langs geweest. How could this happen to me? Maar goed, ik denk dat ik 1 potje ook wel genoeg vind voor een introductie, maar ik zie wel. Maar de truc is eigenlijk gewoon op een plek staan waar niemand staat. Zoals, dan moet je gewoon ergens een flauwpot gaan staan waar geen flauwpot staan. Want ze gaan altijd ergens staan waar al anderen staan. Bijvoorbeeld als je een hoop crafting tables hebt, dan gaan ze dat doen. Maar als je gewoon op een plek gaat staan waar niet veel mensen zijn, ja, dan heb je gewoon veel meer kans eigenlijk. Oh ja, ik moet naar boven, dat is wel. Daar waren beacons en daar was ik. Hé? Wat was dat dan? Dat was beneden, nee toch? Ik wil hem. Oh. Ja, eigenlijk. Dat is ook erg knap als je er zo over nadenkt. YouTubers. Erg bekende YouTubers kunnen gewoon aan 1 stuk door de hele tijd praten en over dingen hebben. Als je erover nadenkt, is het best moeilijk. En daarom kan ik dat ook niet zo goed. We hebben gewonnen. Nou, eigenlijk niet. De Seekers hebben gewonnen.
Maar goed. Ja, ik ga de video wel hier stoppen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Als je het een leuke video vond en je wil meer van mij zien, abonneer dan en geef even een blauw duimpje. En dan zie ik jullie hopelijk in de volgende video. Doei!